Vandaag zitten we op de rand tussen de koele lucht vanaf de oceaan en de warme lucht vanuit Zuid-Europa. En op het grensvlak zit veel bewolking. Nu met name op de satelliet zichtbaar boven de Noordzee en het noordwesten van ons land. Maar ook in het zuidoosten komen veel wolkenvelden voor. Die bewolking is soms dik genoeg zodat er uiteindelijk ook wat spatjes regen uitvallen. En veel is het niet. De temperatuur daardoor vanochtend rond de graad of 13. Maar vanmiddag onder de bewolking en de regen 15 graden. En waar het nog droog wordt met af en toe wat ruimte voor de zon, kan het zelfs 22 of 23 graden worden. Vanavond er kan er nog een losse bui vallen, maar op de meeste plaatsen zal het droog zijn. Bij een enkele losse bui kan wel een klap onweer voorkomen. En koud wordt het niet met de damtemperaturen rond de graad of 16. Morgen dan neemt vanuit het zuidwesten de bewolking snel toe. Al schijnt ochtends vroeg nog wel eventjes de zon. Uiteindelijk valt op steeds meer plaatsen regen en warmer dan 16 tot lokaal nog 20 graden wordt het dan uiteindelijk toch niet. De komende dagen dan zien we wat lagere temperaturen, in elk geval geen twintigers meer. Het is wisselvallig, nu en dan komen de storingen voorbij met veel bewolking en regen en temperaturen continu rond een graad of 15. Mijn naam is Wilfred Jansen voor Weerplaza en ik wens u nog een fijne dag.